Jan Verhelte, tevreden met de 1-0? Ja, tevreden met de 1-0 uiteraard. Drie punten is, is, is waar het om gaat. En de uh, eerste helft uh, zeer tevreden uh, over de manier van voetballen. Over uh, hoe je de goal uh, scoort. Hoe je de kansen daarna ook nog creëert uh, om uit te lopen. De ja, tweede helft was, was ver onder de maat. Jullie lijken uh, wel iets beter uit de winterstop te zijn gekomen dan, uh, dan daarvoor. Ja, we hebben in de winterstop een aantal dingen goed uh, besproken met elkaar. En uh, nou ja, hebben we goede afspraken gemaakt. Zo, want, uh, we hebben gezien hoe het in de eerste competitie helft, hoe te veel te wisselvallig uh, was. En uh, nou, ik denk dat we een goede stap hebben gemaakt. Excelsior 31 uit was, uh, was uh, ja, eigenlijk een prima pot van onze kant. Uh, vorige week al uh, uh, de Vesten. goede eerste helft vooral. Nou, vandaag ook vooral de eerste helft was denk ik goed. Tweede helft, uh, ja dan. Uh, was het een stuk minder, maar gelukkig dat is ook een winstpunt ten opzichte van voor de winstop. Dan trek je hem vandaag wel over de streep, dus uh, ik denk, uh, ja, allemaal met al positief gevoel. Ik vond dat we de eerste al veel meer energie legden in het, in het vrijkomen uh, aan de bal, uh, waardoor we veel roulatie hadden op het middenveld, veel variatie met de backstro overheen komen en, en, en naar binnen komen van onze buitenmensen. Uh, tweede helft was, was dat veel minder. Zij gingen ook wat meer druk naar voren zetten, wat opportunistische voetballen. Nou, dan moet je een linie overslaan en proberen dan balvast te zijn. Nou, we waren en die balvast, uh, we kwamen niet genoeg Vrij uh, als we aan de bal kwamen. We hadden minder afspeelmogelijkheden. En ja, dan wordt het lastig. En dan, als je dan ook nog onnauwkeurig bent in de passing en in, in de diepte, uh, hè, dat er te weinig diepte was. Ja, dan wordt het heel erg moeilijk en kom je steeds verder achteruit. Het positieve ervan is wel gewoon dat we ook in dit soort fases. wel uh, punten. Uh, en nog een goal hebben weggegeven. Nu konden we de nul houden. zij met uh, uh, wat vliegwerk. Maar uh, prima. En dat voelt dan ook wel goed. Want uiteindelijk gaat het wel om winnen. Hoe was het uh, voor jou om weer uh, 90 minuten. om op het, uh, op het veld te staan? Nou, ik had het wel even zwaar in die tweede helft. Vooral vlak na rust was uh, nou, de eerste helft was wel pittig. En uh, ja, op een gegeven moment begon ik een beetje misselijk te worden. Ik denk oeh, uh, maar gelukkig naarmate de tweede helft vorderde, kon ik er ook wel weer overheen komen. En uh, nou ja, heb ik hem in ieder geval vol kunnen maken. Daar was ik uh, wel blij om, want uh, nou, competitie 90 minuten is lang geleden. Ja, dat is gewoon een hartstikke belangrijke speler. Dat zie je in alles. Hè. Ik vond met name heel nadrukkelijk dat tegen Excelsior, vandaag de eerste helft ook, maar goed, dan zie je dat Anne is natuurlijk heel lang eruit geweest. En dan valt het heel erg tegen om, om, ja, om je ritme weer te pakken voor de volle 90 minuten. Maar ik ben al lang blij dat hij de 90 minuten volmaakt. En Anne is gewoon van ongelooflijk veel waarde. Hij uh, is aan, aanwezig in de coaching. is aanwezig in het, in het neerzetten van de jongens. Uh, en en dat, dat doet hij binnen de mogelijkheden. Als je na zo lang op de stuur terugkomt, ben ik daar dik tevreden over. En hij moet nu uh, ja, weer zijn speelminuten maken. En, en dan gaat hij ook, uh, ook een hele wedstrijd dat niveau halen wat hij de eerste helft. En wat die direct socialitie. Al met al uh, tevreden met je inbreng en uh, met de drie punten? Ja, ja ik ben uh, tevreden dat ik weer 90 minuten heb kunnen maken. Uh, ik merk wel dat ik nog echt uh, krachten uh, uh, aan moet sterken, zeg maar. Maar uh, ja, ik ben tevreden man uh, vandaag, zeker weten.